eerste tegenslag vandaag. En die impuls dan? Die machtige impuls, toen ik daar zat op de stoep van het stadhuis, was dat dan maar een spelletje geweest? Zulke dingen hadden mij vroeger nooit bedrogen. Het waren bijna tastbare aanwijzingen geweest. Ach, maar daar was toch nog die kleerkast onder de trap, waarin ik zelf al eens een hele nacht was weggeborgen toen haar echtgenoot een keer onverwachts terugkwam. In die kast kon zij nog zitten. Ze zat er. Toen ik de kastdeur opende, zag ik een ineengekronkelde hoop angst, vormeloos weggedrukt in een hoek, met als enig duidelijk sprekende ding haar ogen die naar mij opzagen in de grootste spanning wat ik zou doen. Voor wat ze met mij als mens had gezondigd, onderging ze nu de diepste angst voor mij als duivel. Maar mijn medelijden werd al gauw te groot. Ik trok mijn gezicht in de meest geruststellende plooi en lichtte het masker af. Maar de uitwerking daarvan was heel anders dan ik me had voorgesteld. Dus jij bent de duivel, sprak ze, als uit een diepe droom ontwakend. Ach, ik had het kunnen weten. Zoals jij praatte, dat was niet als een mens. Dan heb ik geleefd met de duivel. Ja, dan ben ik een heks. En de ontzetting voor mij groeide tot ontzetting voor zichzelf. Het kostte me de grootste moeite haar weer tot bedaren te brengen. Ik vertelde haar uitvoerig de ontwikkelingen der dingen, hoe alles begonnen was en hoe op het ogenblik de zaken in reis stonden. Naarmate ik vertelde, kalmeerde ze. Ze zag het in. En toen ik aan mijn krijgslicht kwam, lachte ze zelfs weer en zoende mij. En toen ik haar het plan om haar te redden ontvouwde, werd ze blij en weer vol moed. Maar ja, het besef dat wij hier nu onze laatste samen zijn doorleefden, stemde ons toch ook weer troevig. En wij spreidden alle kleren in de kast op de grond uit en troosten elkaar met de diepste troost die een man en een vrouw aan elkaar kunnen geven. Lang mochten we zo niet zijn, er moest gehandeld worden. Het eenvoudigste leek me hier het beste. Ik zou haar, als van hoge hand opgehaald, door de straten voeren tot vlak voor de plaats van de opgang. En dan zou ik haar plotseling de rug toekeren. En zij moest dan maar, als God het de gewoonste zaak van de wereld, naar boven wandelen. Doen alsof haar neus bloedde. Het was aanmerkelijk stiller geworden. En we werden nauwelijks opgemerkt. Af en toe liefkoosde ik haar. Want dikwijls had ik gezien dat vrouwen door die gedochten gekweld werden met intieme toenaderingen van hun weerzinwekkende lijf. Eén keer hadden wij een hachelijk ogenblik. Dat was in het Smittenend. Twee duivels, in de mening dat zij een beetje al te veel tegenstribbelden, wilden mij een handje komen helpen. Met een gebaar van laat maar, ik kan het alleen wel af, stelde ik hen gerust. Maar het angstzweet brak me daar weer uit. Op het schild was het toch nog altijd druk. Onmerkbaar had ik de haren wat losser gemaakt door mijn vuist. En toen, op het juiste moment, gleed mijn hand ertussenuit, keerde ik mij om en zette ik mij weer op de stoep van het stadhuis. Ongehinderd liep zij, zweefde zij. Eén keer wendde ze tersluiks haar gezicht naar mij om. En al haar liefde en dankbaarheid was in die ene halve seconde samengevat. Zo. De onderneming was gelukt. Ik had geen lust meer om nog iets anders te beginnen. Ik was blij over wat ik gedaan had en tevreden met mezelf. En zat mijn tijd lang te wiegen in mijn eigen sympathie. Dit werd afgebroken door het gevoel dat de jongste dag ten einde liep. De aanvoer van reizenaar werd steeds minder. Steeds meer engelen en duivels vlogen van de aarde weg. Ja, ik moest langzamerhand weer op mijn eigen veiligheid bedacht zijn. Ik wachtte nog even af, maar toen ik voorbereidselen zag om de ingang naar de hel weer toe te maken en een aantal engelen al vliegende de loper naar de hemel begonnen op te rollen, leek het mij toch tijd om uit te knijpen. Ongemerkt slipte ik het nauwe gangetje in tussen de openbare school en het oude huis van de Plessen en liep hierdoor naar de speelplaats en ging zitten op een van de lange rij privaten die daar sinds mijn heugenis ten behoeve van de schoolkinderen stonden opgesteld. Want hier zou ik niet opvallen. Ik deed de deur op het haakje. Het werd hoe langer hoe stiller op aarde. Een enkele roep nog.
het zuizen van een vleugel boven mij in de lucht. Nu het gevaar geweken scheen, begon ik mij voor het eerst te bekommeren om de toestand waarin ik nou eigenlijk was verplaatst. Wat had ik nou met al mijn slimmigheid bereikt? Ik zou dus alleen achterblijven op een onbewoonde aarde. Maar zou de aarde wel blijven bestaan? Zou niet straks, misschien wel aanstonds, de aarde met al wat erop is verzinken, ineenstorten, verbranden, oplossen, verdampen? En wat zou er dan van mij worden? Zou ik voort blijven zweven in het luchtledig als een zelfstandig hemellichaam, een menselijke meteoorsteen, maar altijd eenzaam, geen dier en geen ding? Ja, was het dan eigenlijk maar niet beter in de hel, wat tenminste gezelschap was, gezamenlijk lijden? Ik kreeg het steeds benauwder op dat privaat. Ik moest naar buiten in de frisse lucht. Reizen was ontvolkt. Nergens meer iemand. Musjes pikten in de straat. De dierenwereld was intact. Van bovenaardse dingen was niks meer te zien. Er stond een gewone avondlucht. Niks wees erop dat er nog meer met de aarde zou gebeuren. Zou alles nou weer openstaan voor een nieuwe schepping? En zou ik dan in die nieuwe geschiedenis blijven rondwandelen? Een overblijfsel uit onbekend verleden? Een wandelende Jood? Of was ik eigenlijk agnosticus? Een wandelende agnosticus? Nee, vandaag niet meer. Zeg maar gerust, een christen. Als de wandelende Christ. Ik slenterde door de grote straat, zo vertrouwd en toch zo vreemd nu. Kijk, daar stond mijn huis. Mijn huis. Alle huizen waren nu voor mij. Ik zou elk huis kunnen binnengaan en van onder tot boven doorsnuffelen. Maar voor wie? Waartoe? Alles op aarde was nu voor mij. Het Rijksmuseum, het Louvre, de Normandie, de Cullinan, de piramide van Egypte. Nooit was mij de ijdelheid van het bezit van aardse dingen zo duidelijk geweest als nu. Wat had voor mij eigenlijk nog zin? De mij bedreigende neerslachtigheid werd opgehouden door één gedachte die mij tenminste iets te doen gaf. In het volkspark was een grote volière met fraai gevogelte. Die moesten verzorgd worden of losgelaten. Een uitgebreid arbeidsveld opende zich plotseling die eerste dagen. Niks anders doen dan vinken en kanariepieten bevrijden. Maar het mocht niet zijn. Op weg naar het volkspark bij de laatste huizen van het hangerad hoorde ik tot mijn grote verrassing geweeklaag. Voorzichtig sloop ik nader. Het waren engelen. Drie zaten schijnbaar dodelijk vermoeid op een boerenwagen uit te rusten en twee anderen kwamen juist uit een huis dat ze doorzocht schenen te hebben. Weer niks, vroeg een van de drie. Een troosteloos gebaar was het enige antwoord. Ik kreeg sterk de indruk dat zij bezig waren de huizen systematisch af te zoeken en besloot er argeloos langs te wandelen. Van engelen had ik geen enkel kwaad te duchten. Zodra ze mij in het oog kregen, begonnen ze echter hevig met elkaar te confereren. Enkele heftige uitroepen kon ik net verstaan. Doe het niet. Het mag niet. Ik doe het toch. Opeens maakte de oudste zich van het troepje los en vroeg beleefd. Mag ik u eens vragen, hebt u hier misschien ook nog ergens een mens ontmoet? Nee, ik weet niet beter of alles is weg. Ik heb niemand meer gezien, zei ik. Die woorden schenen de engelen met wanhoop te vervullen. Een paar hieven haar gezicht smekend naar de hemel op. En de anderen zaten stil te snikken. Het schokken van hun schouders was heel zichtbaar door het meeschokken van de grote witte vleugels. De smart van deze lieflijke wezens ontroerde mij diep. Hun benauwenis moest wel groot zijn dat een van hen zich vernederd had om mij aan te spreken. Iets wat ik de gehele dag nog geen enkele keer had gezien. Ik ging naar ze toe en zei zo onduivels mogelijk. Kan ik misschien helpen? Zoekt u soms iemand? Met een door tranen verstikte stem riep nu de oudste uit. Wij zoeken Belcampo.
Wij hadden speciale opdracht. Dat was meer dan ik ooit had durven dromen. Met een "daar is hij dan" rukte ik mijn masker af en bevond mij op hetzelfde ogenblik door 5 jubelende engelen omringd. En bij de heldere tonen van een 5-stemmig koraal werd ik in de zachtste, blankste armen met rustige vleugelslagen opwaarts gevoerd. Zien op 3 nog 2 producties van Jaap Drupsteen. The Flood, de zonvloed, op muziek van Igor Stravinsky en Barca di Venezia per Padova, een vertelling in de stijl van de Commedia dell'arte.